Hallo kijkers, Shine Sprite op mijn nieuwe aflevering van de Pokémon Glowing Garnet Shiny Cage Love met een intro momentje van Sander. Kiekeboe! Kiekeboe, wang. Ik was er ook gewoon, ja, jullie zagen me niet, maar ik was er wel. Echt niet normaal meer. Zo werkt het. Dat zou Mark Evans zeggen. Dit is niet normaal meer. Overigens, we weten, het is een lekker slow pace, maar het is vooral een gezellige serie om op te nemen. Zeker. We zijn ook Zelda uitgepraat, zeg maar. Dus dat is wel, dat vind ik dan wel bij nice. Hey, alleen, ik heb even een ding. Wat nou al wordt Wurmple opnieuw shiny, zeg maar. Het kan zijn dat hij natuurlijk Beautifly wordt in plaats van Cascoon. Met dupes mag je kiezen of je hem nog een keer neemt. Dus ik zou zeggen, doe gewoon. Ja, maar hoe zit dat, zeg maar, als ik Wurmple krijg en ik wil niet twee Beautiflies, hè? Maar ik wil wel een Beautifly en een vet! Holy damn! Okay, die is fucking vet! Oké. Als ik dit zie, dan denk ik, nou, prima Pokémonnetje. Ja. Nee, maar wat ik bedoelde is, mag ik nu zeggen van, oké, ik krijg hem straks misschien voor de tweede keer shiny, hè? Ik denk het niet, maar stel, mag ik dan zeggen, ik kijk wat het wordt, en als het niet is, dat ik hem dan inwissel, want dat is, want meestal bepaal je het met het vangen, maar je weet het niet. Ja, weet totdat je wat ik zou evolved doen? Ik zou hem dan gewoon in je box doen, denk ik. Ja, oké. Ik surprise trade hem wel. Nee. Ik vind het wel gek. Jullie hebben nooit een legit shiny tegengekomen in surprise trade. Nee. Dat gebeurt ook niet zo snel, denk ik. Nee. Nou, het is niet echt heel gek, maar het is wel gek. Nee, het is niet gek. Gaat goed met jou, hè? Ja. Verder gaat het helemaal goed, joh. Nee, maar ergens, ja, mensen doen dat natuurlijk niet, maar er is vast wel één gek op de wereld die dat doet. Hé, hey, ik heb en met hem, nice! Al die mensen, yo! Borgarino, hé? Heel vet. Ja, hij is heel lelijk voor het onderste scherm. Maar waarom kan Pokémon dit niet? Ja, dat is jammer. Hij doet me denken, die kleuren, weet je waar die aan doen denken? Nou, het Raymon team misschien? Oh ja, dat is echt, ja, ja. Als ik hem had, ik had hem oprecht wel Raymon genoemd. Want ja, dat is, ik kan niet terug, weet je. Ik heb nu twee Pokémon die naam gegeven. Maar er zijn vast toch wel plekken waar je Sixigoon nog een keer tegen kan komen. Nee, ik bedoel, ik kan niet terug met de Inazuma 11 namen. Oh, ik moet nu gewoon alles Inazuma 11 team. Ja, net als dat ik alles Avatar moet doen. Ja. Tackling? Sixagon? Hier, ik kan hem hier ook vangen. Maar ik hoop hem dus nu niet te krijgen, want dat vind ik jammer. Want dan krijg zul je zien, krijg jij straks Surskit en krijg ik straks Sixagon. Nee. We hebben echt exact hetzelfde team, dat vind ik toch niet leuk, King. What are the chances, zegt ze dan wel eens. Een potioning. Yo, dat is wel lekker. Ik krijg wel veel Sixagoons, ik ben wel bang voor het ergste. Ondanks dat ik hem nu best wel vet vind, maar ik ben wel bang. Ik zou Telo wel nice vinden om te krijgen. Ik wil ook wel een Telo, maar ik vind het niet meer. Gisteren hadden we alleen maar Telo's, maar nu weg. Gone. Lusu. Frank. Ik moet wel zeggen, als die op 300 speed staat, is die sluipmannetjes is wel lastig. Ja. Yeah. Want mee dat je door hebt, dan ben je al weer aan het rennen, zeg maar. Blijkbaar kan je niet runnen tijdens de trainer battle. Oh, oké. Wacht even hoor. Ik schrijf het even op. Ja, dat zou ik zeker doen. Op
niet runnen van trainer battle. Oké, ja, ik heb het opgeschreven. Dus als ik het... moet je het even zeggen, als ik het probeer, dan moet je even zeggen... Check nou dat briefie! En dan weet ik wel, oh ja. Dan weet ik wel, oh ja. Ik mag niet runnen van trainer. Check nou dat briefie wasje. Briefie wasje. Dat is grappig, want je hebt ook een briefie wasje en dan is de R er niet bij. Hey. Wat zei je? Nee, ik zucht alleen maar. Oh. Ik dacht dat Discord zo deze was. Aha. Jij mag het niet horen. Doei, boy. Yo, wil je dat niet zeggen? Dat is... Nee, je hebt geen PlayStation 5. En ik heb geen PlayStation 5. Maar Nando zei wel... Maar je speelt wel, of je vindt in een Zoom 11 wel weer vet. Dus dat is ook wel weer... Ja, dus daarom zei Nando inderdaad ook dat jij een loserboy was. Inderdaad, wow, dat klopt. En dat wou ik net zeggen van... Nando heeft wel een punt. Dat zou Nando nooit zeggen. Wow. Hij zegt nu niet meer aankomen met PS5. Loserboys. Oh jawel, dat gaan we voor altijd zeggen. Ja, dat mag ook wel. Maar weet wel dat jij ook een loserboy bent. Omdat jij het enige goede wat voetbal ons ooit gebracht heeft, zeg maar. Dat haat je dan. En dat vind ik een beetje gek. Zeg maar, alle rellen en alle hooligans. Nee, dat stopt. Maar in de Zoom 11 gewoon quality... content? Nee, dat vind ik niet goed, zegt hij dan. Dat zijn voetbalfans voor je. Ja. Sander. Ja. Als je zo meteen met Torchic een battle doet, hè, dan mag je geen Ember meer doen. Want na één battle, dan is hij niet meer goed, dan werkt hij nooit meer. Dat zijn de Maar ik zal nooit meer zijn naam vergeten, dus... Ja, maar dat zijn de Inazuma regels. Dat is zulke... Ja, dat is misschien wel een klein beetje waar. Nee, het is niet waar dat ze dan niet goed werken. Kijk, weet je, er zijn echt wel... Hand van God wordt heel vaak gebruikt nog. En ook succesvol. Dus, maar wat wel, waar je oprecht een goed punt hebt... is dat ze elk gevecht is het zo van... Oh, hey, we leren precies nu in dit, yeah, in dit belangrijke moment... Oh, leren we eventjes een nieuwe move aan trouwens, hoor. Maar goed, het is ook niet alsof ze elke battle winnen, dus... Dan, weet je... Nee, dat zou het helemaal ongeloofwaardig maken. Dan zou ik het ook niet leuk vinden, want dan is het gewoon... Ja, hallo, elke keer is het zo van... Oh, verlies en dan... Oh, nee, wacht. Maar daarom is seizoen 3 ook zo goed, want daar... daar werken ze gewoon met een pool en dan mogen ze dus ook gelijk spelen. En weet je, dus dat maakt het veel spannender dan... Want die eerste seizoen, daar moeten ze altijd winnen. Ja. Want anders dan liggen ze eruit. Ja. Dus ze moeten wel winnen. Dat is het leukere aan seizoen 2 en seizoen 3. Dat ze kunnen verliezen of gelijk spelen. Maar ja, ik snap op zich wel dat... Ja, seizoen 1... Hoewel de storyline nog steeds heel goed is, maar qua echt het spel, zeg maar, dat is niet zo heel best, nee. Ik moet een keer weer opzoeken waar ik eigenlijk ben gebleven met Inazuma. Maar misschien dat ik seizoen 2 dan, als ik het wil, weer wil kijken, gewoon vanaf het begin seizoen 2 wil ik kijken. Ja, dat... Alleen ken ik al die karakters niet meer, maar ja, boy. Je kent de meeste nog wel, toch? Jawel. Sowieso bij visuals. Ja. Oh, trouwens, Nathan... Ja, ik ga het je wel bijbrengen. Nathan was die atletiek guy. Wie? Atletiek guy? Ja, die atletiek guy. Van de atletiekvereniging. Ik kan me niet meer... Blauw haar? Ja, ik denk dat ik, als ik hem zie, dat ik hem dan wel herken. Maar ik kan me nu eventjes niet voor de geest houden. Hij heeft een beetje blauw, grijzig haar. Lijkt... Misschien heel low. Volgens mij vond Paddy hem op een meid lijken. Wat ik niet snap overigens. Ik vind Nathan wel een Met die wat langere haren is dat. Ja,
Ja, ik heb hem nu voor me. Ik vind Nathan ook wel. Ah, mijn meeste underrated character, maar die ga ik niet noemen. Maar die zit in seizoen 3 en die krijgt daar ook veel aandacht. Dat vind ik leuk, man. Dat vind ik leuk. Alleen als jij het ooit nog wil gaan kijken, is het niet leuk als ik dat nu zeg. Dus ik zeg er niks over. Maar Nando of Jordi, als je er bent en je wil weten wat wat ik de meest underrated character vind, dan kun je me altijd een berichtje sturen. Dat is lief, hè? Van je mag in mijn DM sliden. Lekker. En dan vertel ik het je in geur, kleur en smaakstoffen. Hij was te makkelijk. Te makkelijk King. Dat is Engels. Burger King? Burger King? Yo, Loki, er zitten hier veel te veel Pokémon die... Oh, veel te veel dudes. Ja. Maar die Wurmple, die zegt zo van, yo... Ja, ik weet, je hebt me al, maar wil je mij niet? Ik wil graag... Nee, want je hebt geen ander kleurtje. Ik wil graag een Wingull. Of een... Oh, kut. Een Wingull of een Telo. Ik ben die A-Drive meme van... when your wife gives birth to a child of another color. Die ben ik. Ja. Die ben ik. En dan de shiny reactie. Ja, die ken je niet. Ja. Ja, die is goed. Die is zo goed. Die is zo goed. Ja, die is echt goed. Had je trouwens die Reddit post gezien die ik laatst stuurde? In de chat. Dan moet je even helpen, misschien wel. Waarschijnlijk. Het ging ook over de Totodel. Oh ja, zes wat jaar later. Maar, wat ik ook niet snapte, hè. Zeg maar, ik was al traag mijn eerste 2 jaar. Heb ik die Totodel, heb ik die Cyndaquil gehad. Ik vond dat ik al toen heel, heel traag was. Mm-hmm. Deze man heeft gewoon 6 jaar gedaan. Ik geloof niet dat deze man... Ja, maar op speed waarschijnlijk, op echte speed. Dus maar alsnog toch. Ja, weet je kan er 6 jaar over doen als je... Weet je, ik heb ook meer dan een jaar gedaan over Celebi. Ja. Maar dat heb ik ook in 2 fases gedaan, zeg maar, ja. Ja, dat is waar. Nou ja, ik heb uiteindelijk, toen ik Toho kreeg, het heeft uiteindelijk ook al 5-4 jaar geduurd. Maar ja, ik heb ondertussen wel 8 Shinies gehad. Of 9, met Totodel. Ja, met Totodel erbij 9. En met de speedknop. Maar, ja, dat klopt. Maar, ik denk, omdat je zo snel kunt resetten, denk ik niet dat het heel veel uitmaakt. Nou, ja, het maakt in speed wel veel uit, denk ik. Misschien ook wel hoor. Misschien onderschat ik het maar. Maar alsnog. Weet je, in het begin was ik ook echt heel traag. Dat geef ik toe. Maar dat was ook omdat ik manual, zeg maar, handmatig allemaal die encounters aan het bijhouden was. Ja. Als ik dat niet had gedaan, dan was ik echt veel sneller geweest. Ja, precies. En ik denk... Deze guy die wist niet eens de encounters, dus die houdt dit niet bij en alsnog doet hij er 6 jaar over. Maar inderdaad, als jij na een week denkt, nou dit wordt hem niet en je pakt het dan een week later weer op. Ja. Ja. Of je pakt het, nee niet een week later, pakt het dan 6 jaar later weer op. Ja. Ja, precies. Maar ik vond hem sowieso wel dat ik denk, dan heb je de beste Pokémon van de 3. Niet de beste shiny, hè? Want dan ben ik eens, dat is gewoon Chikorita. Die heeft de mooiste shiny. Ja, ik ben sowieso al grotere fan van Chikorita dan van Totodile. Maar alleen niet heel veel of zo. Nou, kijk, weet je wat het is? Chikorita heeft de beste shiny van de 3 eerste evoluties. Maar daarna wordt hij gewoon niet beter. Dan wordt hij echt veel slechter. Mm-hmm. Totodile blijft gewoon steady mooi. En dat is waarom ik hem een hater vond. Dat is mijn tech talk. Zijn er nog vragen? Ja, zijn er nog vragen eigenlijk? Waarom heb ik nog geen shiny Wingling? Gaan die bewegende Pokémonnetjes ook weg als je in battle gaat?
Toen ging het in battle en toen was hij er nog. En daarna, poef. Van Verdi op Perrin, zeg maar. Oh ja, als je een toen andere battle tegen... Werd. Ja, ja, dan... Ja, precies, weg. Ja. Daarom moet je, als je dit ook doet in een hunt, moet je meestal ook repels gebruiken. Repelling? Repel. Dat is van een steeltje, toch? Ja. Yo, weer die ene lijn, hè? Als je daar toch eens op zit, dan ben je zo smarty pants. Dan zeg je denk ik ook Blimming the Drift. Precies tegelijkertijd. Blimming the Drift. Maar kun je, want elke keer krijg ik zo'n vergrootglaasje. Is dat dan welke Pokémon het is? Ja. Ah. Welke Pokémon is het? Moet je iets dichterbij lopen. En dan krijg je als het goed is. Try moving more slowly. Ja, deze wil ik. Ah, ja. Yeah. Maar als je hem dus verslaat, nou, oh. Als je hem dan verslaat, dan krijg je als het goed is dat die, dat je, dat de volgende zeg maar weer een toortje is. Net als zoals, hoe heet dat, in Gen 4. Ja, de Pokerada, maar dan iets minder heftig. Ja. Dus als je nu uit het gras... Ah, ja, als je dan uit het gras was gaan, want nu heb je weer een encounter gehad. Oké, en dan reset hij weer. Hoe doe jij trouwens dat sneaken? Ja, ik hou A ingedrukt volgens mij. Ja, A. Even kijken of mij dat, of dat bij mij ook werkt. Nee, dat werkt bij mij niet. Hè? Oh, ik doe A en move. Ja. Volgens mij is dit een T-loading. Oeh, je hebt de Wingull. Wingull, nice. Wingull. Ik weet ook niet wat dat was. Maar dat was wel... Oh, nee. Je hebt geen Ik ben de domste persoon op aarde. Ik ben de domste persoon op aarde, letterlijk. En er zijn een hoop domme personen op aarde. Maar jij bent daarvan wel de domste. Kijk maar naar Trump. Oké, je bent niet door te doen. Ja, jawel. Ik had geen Pokéballs gekocht. Sandering. Je gaat hem gewoon in één Pokéball vangen. Ik geloof in jou. Nu ik nog. En ik geloof dat jij de Wingull kan vangen. Oké, op zich... Oké, ik geloof met jou mee. Wacht, doe je snelheid uit. Wacht even. Oh, please. Oh, ik ga mezelf echt haten als die er niet in zit. Het Wingull heeft wel low capture rate, toch? Oké, ik ga iets... wacht even. Gen 6 is dit, hè? Gen 6, catch... rate calculator of zo? Hoe noem je dat? Weet ik het. Zo vind ik het vast wel. Catch rate calculator. Dat is exact wat ik bedoeling. Lekkering. Wingulling. Pokémon's level is 6. HP, hoeveel procent? 10 of zo? Ja. Daar zou ik voor gaan. 15. Ja, ik ga 15. Want dan... Ja. Dat is 25% kans. Oeh, 1 op 4. Heftig. Bij level 6, 25% kans. Ja. Hij heeft ja gedrukt. Wat had ik moeten doen? Had je geen status... Nee. Oh, setting, Sandring. Klote. Setting. De eerste shiny Phil, hoe sad is dat? Nee. Nu is het weer Sander Salt, hij is terug! Nee, ik ben niet salty, ik ben gewoon even aan het balen. Aan het verdrietig ging ben jij.
Oh ja, je hebt het ook even jezelf trouwens, dat is wel fijn. Hé, hey, Telo! Oh, snapt out! Dat is wel fijn. Oh, ik baal hier wel heel erg van. Ja, het is vooral gewoon omdat het mijn eigen domme fout is. Omdat ik de domste persoon op aarde ben, zeg maar. Dat is het vooral. Had ik niet gewoon één IQ-puntje hoger kunnen hebben? Gewoon eentje maar. Ik hoef niet eens twee, maar gewoon veel. Één. Ja, één. Dat ik gewoon buiten drie sigma gebied zit, zeg maar. Dit zegt echt niemand iets, behalve ik. Ja. En andere nerds. Maar dat maakt niet uit, weet je. We gaan door. We gaan strijden. That's the spirit, Sandering. That's the spirit? Yo. Ben jij zo'n Bring Me fan toevallig? Nee. Nee, dat dacht ik al. Hey, dit is wel die rich boy die ik bedoelde. Ja, dat is de rich boy, ja. Jij zei dat die... Nee, ik zei... Hij is links van Paddleburg. Oh, je weet zelfs the first move. Ja. Cool. Maar boeien. Want ik mag hem niet. Ik heb hem gefailed, ding. Oké, Redark, ga even die stalen pijpen op zijn bakkes laten vallen. Oké, dit is zo'n heel erg hoge stalen bakkes. Yo, hij whipt zijn til. Dat vind ik wel eng, hoor. Deed hij eng? Ja, hij whipte zijn tail. Kijk! Wow. Hier, kijk hoe eng die is. Hoe durft hij zijn tail te whippen? Now watch me, nee. Watch me tail whip. Watch me tail, nee. Ik ben rich. Lekker. Pokeballs kopen. Ben jij ook rich? Ja, die heb ik al, maar ik ga er wel meer kopen. Je kan ook een cursus kopen in Bali. Oh ja, en dan hoef ik nooit meer te werken, zeg maar. Ja. Maar je moet er wel hard voor werken. Ja, dropshippend, hè. Je hoeft, zeg maar... Dat vind ik altijd zo grappig. Het ene moment zeggen ze... Ja, maar je hoeft niks te doen. En het andere moment zeggen... Maar het is wel echt hard werken, hoor. Het is echt hard werken. Kijk, het is niet echt niks zitten doen. Maar... Oh ja, wil jij ook net als ik niks hoeven te doen en toch geld te verdienen, trouwens? Hm. Ze weten gewoon zelf niet eens wat ze willen. Zij maken het verschillen. Ze maken wel een verschil, maar... Niet een positief verschil. Nee, precies. Precieszing. Eigenlijk hebben zij gewoon de negatieves. Ja. Een dupe. Ja, ik kan hem vangen. Het is een... Dan heb je wel sowieso de ander dan dat ik... Oh nee, dat hoeft niet. Nee, dat hoeft niet. Dat was echt totaal... Oké. Zal ik mijn mond houden trouwens? Nee, want dan wordt de aflevering minder leuk van als jij. Oké. Mijn IQ-puntjes is gedaald met 10 tussen de afleveringen. Heb jij toevallig in Azubi 11? Nee! Deze wil ik! Dat is Give Riolu. Me a Riolu. Ik wil de Riolu nu. Ah, wat doe ik? Route 104. Oh, een Pokeball. Die had me die eerder gegeven. Wat een joke. Oh, een potion. Nou, daar ben ik gewoon blij mee, weet je? Een poison. Maar hoezo kreeg jij hem nou niet? Want jij hebt... Heb ik iets ingesteld of zo dan waarschijnlijk? Nee, ik denk het. Ik heb geen idee. Waar zit Mr. Manmail trouwens? Ik hoor iets. Ik weet niet waar die zit. Oh, ik ben er verder van weg. Hoe kan dat? Oh, hij zit daarboven zeker. Waar ik niet bij kan. Kan ik erbij?
Oh jawel, kan er wel bij, denk ik. Nee. Oké, okay. Jammer. Setting. Setting the moment in. There's no reaction. Ja. Rich boy wins the name. Jij gaat nu ook door. Oh ja, je hebt natuurlijk die tweede wormpoling. Ja. Wat is de kans dat we alle drie dezelfde hebben, though? Misschien vang ik hier wel een Silcoon of een Cascoon of een Cascoon. Dan is het misschien handig dat je je Wurmple alvast evalueert, zodat je weet of het een dupe is of niet. Yo, heb jij een Smartie op je broek in de McDonald's? Ja, ik ben vandaag wel van de Smartie pants, hè? Dit is wel een meme, zeg maar, ja, die snappen ze niet. Want ze waren er niet bij. Leg hem eens uit, Sander. Oké, stel hè, je eet zo'n McFlurry. Dat is lekker. Maar er zitten dus ook van die Smarties in. Nou, en die kunnen dus op je broek vallen en dan heb je een Smartie pants. Ja. En... Leg ik hem goed uit? Ja, en wij zaten bij McDonald's. Dat is gebeurd in de McDonald's, zing. Ja. En toen zeiden we, als we ooit een Smartie op onze broek laten vallen, dan moeten we aan elkaar denken. En dat gebeurt nu voor altijd. Ik wil eigenlijk wel met... Nu wil ik eigenlijk wel weer candies hebben. Weet je, we gaan zometeen hem... de aflevering afsluiten. En dan kunnen we dat doen. Aflevering, ja. Sorry. Niet vermoeiend zeggen, please. Oh, okay, maar deze kan ik verslaan, want deze kan toch alleen maar harden. Lekker. Oké, bedankt voor het kijken. Oh, wacht. Je bent nog druk in gevecht met een Silcoon. Dit gaat echt uren duren, dus ik ga het met Expo Blaze doen. Vlammen! Tornado! Ik wou dat ik de voice actor van Expo Blaze de Nederlandse was, want ik kan dat heel goed. Hoe kan dat toch, hè, dat die er zoveel op lijkt? Oh, Jezus. Je mag afsluiting. Dat is fijn. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Sander, breek nu de regels door speedknop te gebruiken. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag de volgende keer weer. Adios!